toen ik werd gebeld, dacht ik echt zoiets van, oké, ijs is hard. Schaatsen zijn heel scherp. Toen ze net geslepen waren, ik kon echt gewoon een biefstukje ermee snijden. Dus, maar goed, ik heb wel ja gezegd, want het was altijd wel een soort droom. Weet je, als klein meisje, dan wil je toch eens een mooi glitterjurkje op het ijs smeren. Maar je valt tegen hoor. Eerst leren schaatsen, lekker de basis even creëren en daarna met een jurkje zwieren. Want nu, als ik nu iets aan ga trekken, dat lijkt nog nergens op. Maar ik vind het wel heel erg leuk, want het ijs, als je schaatst, merk ik dat het toch je hoofd helemaal leeg maakt. En je bent natuurlijk alleen maar bezig met schaatsen. En die mensen zijn ook gewoon hartstikke leuk. De hele groep, mag er geloof ik niks verklappen. Er is nu nog niet echt sprake van competitie. Alhoewel, als er soms iemand een nieuw trucje doet, dan zie je wel iedereen kijken van, oh. En dan gaan ze ook stiekem proberen, maar dan kunnen ze natuurlijk nog lang niet. Ik ook hoor. Maar goed, ik ben een doorzetster.